bijten. Nee, schat. Het zijn allemaal poppen die kunnen niet bijten. Hij vindt het echt doodeng. Maar het is ook heel donker en ze maken allemaal van die enge geluiden. Kom maar weg. Wil je graag weg? Is het eng? Nee, ik trek er niet, man. Hey Charlie. Kerstboom. Dan gaan ze deze liedjes zeker ook zingen. Misschien nog wel meer. Oh, dat is een kerstfeest. Om de mat. Yo, mat. Met je mooie slaapzak. Oh, Gijs. Gijs, wat ga je? Wat ben jij aan het doen, Jimmy? Gijs. Je vroeg kijken, hè? Kerst DJ. Oh. Zo, goedemorgen allemaal. Dat had ik nog niet gezegd. Ik wou zeggen, wij zitten te wachten tot Charlie wakker wordt. Die wakker wordt as we speak. Hij zit echt rond te kijken weer. Waar ben ik? Dat komt omdat ik hem dan slapend wegleg als ik hem gevoed heb. En dan gaat hij weer naar beneden natuurlijk. Hij keek echt zo rond van, waar lig ik nou weer? Maar wij gaan... Oh, kijk. Oh nee. Ja, nou kun je het zien. Ik zie gewoon zo rustig rond te kijken. Ik ga hem eruit halen, want wij gaan iets heel leuks doen. Naar een hele grote dinosaurus expo in Amsterdam. Daar zijn we uitgenodigd om naartoe te gaan. En ik ben heel benieuwd, want ik denk dat Jimmy het ook spannend vindt. Maar Jimmy vindt dinosaurussen super vet. Maar ik denk die echte, die, of ja, niet de echte, maar die dan zo op zo'n manier wel er echt uitziet. Misschien wordt het een ramp. Maar we gaan het gewoon proberen, want hij wil er al heel lang naartoe. En misschien is het ook wel de laatste keer voorlopig dat we iets kunnen doen, aangezien ze nou allemaal weer nieuwe maatregelen willen gaan verkondigen. Vrees ik dat het het ergste wordt. Dus moeten we er wel nog even van genieten vandaag. Hallo liefie. Hallo schatje. Ben je daar? Hallo schat. Ga je mee? Gaan we even kleertjes aandoen en dan mag je ook mee naar de dinosaurussen kijken. Hey, deze kant ben ik. Oh, je hebt een beetje melk. Je hebt een beetje melk. Kom, we gaan aankleden. Toetie. We zijn er bijna. Ik ben echt heel benieuwd. Want het kan echt twee kanten opgaan. Hij gaat het sowieso spannend vinden. Maar hij wil het ook heel graag. Hij is de hele dag dinosaurussen kijken. Doen dinosaurussen bijten? Dit zijn poppen, ze zijn niet echt. Die kunnen niet bijten. Ja, maar die kunnen ook bijten. Dus ik ben benieuwd. Weet je, als hij niks vindt, dan draaien we om. Dan gaan we misschien nog even Amsterdam Centrum in of zo. Dan hebben we toch een leuke dag gehad. We moeten eigenlijk al gel in jouw haren doen, want ze zijn een beetje fluffy zo. Ziet er een beetje gek uit, Charlie. Je doet het ook altijd zo goed in de auto, hè? Ja. Waar gaan we naartoe? Naar de wc toe. Waar gaan we naartoe? Zijn. Naar de wc? Ja. Oh, maar waar gaan we ook naartoe dan? Daar. En wat is daar? Daar zijn de boot gedaan. De boot, oké. Okay. Nou, dit is een beetje niet wat ik hoopte. Want hij was net heel te het zeggen, waar gaan we naartoe? Naar de? Dino's. Ja, dat is ook braaf. Dinosaurus, haha. Kijk. Ja, er staat al een plaatje hè, van een dinosaurus. Ik ga daar toe. Oh, ga je ook? Oké. Doei. Hey, handje van Milan vasthouden of van mama? Of zal ik jou optillen? Ik ga buiten.
Nee, schat. Het zijn allemaal poppen, die kunnen niet bijten. Kom, we gaan kijken. Kijk, het zijn allemaal poppen. En die kunnen niet bijten. Kijk, dat zijn dinosaurussen, hè? Kom maar weg. Wil je graag weg? Kijk, hier ook een dinosaurus. We zullen eens kijken wat ze allemaal hebben. Hou jij het boekje bij? Kom maar, handje. Oh, wat gaan we doen? Moet ik uitdragen. En ze maken ook allemaal zo dat geluid, hè? Dat is natuurlijk kei spannend. Wauw, kijk. Kijk, zal ik jou laten voelen dat het een pop is en dat je niet kan bijten? Goed? Alsnog durft hij dat niet. Kijk, het is ook een dinosaurus. Huh. Nee, het is niet eng. Het zijn allemaal poppen. Ja, een kindje doet het ook. Alle kindjes vinden het leuk om naar de dinosaurus te kijken. Wat doe jij ervan? Je kunt er wel om lachen. Wat zit erin? Eten. Kan je dat eten? Wat is er dan? Nee, er zijn tandjes. Er zijn nagels. Oh, nagels. Oh ja. Jaatjes, nagels. Nagels van de dinosaurussen. Om eten. Nee, dat is niet om op te eten. Hij vindt het echt doodeng. Maar het is ook heel donker en ze maken allemaal van die enge geluiden. Beetje eng, beetje eng, beetje eng. Ik kom weg, beetje eng. Ja, ik dacht het al. Maar we hebben ook dadelijk nog een shop. En daar hebben ze een leuke knuffel, dus ik denk dat hij dat wel graag wil. Het is gewoon een knuffel. Met een geluidje erin. Het zijn allemaal knuffels. Dus je hoeft je niet bang voor te zijn, want knuffels kunnen niet bijten. Ja, dit vindt hij wel leuk. Dan wil hij meteen uit mijn armen. Maar hier kun je op de dinosaurus zitten, dat is helemaal leuk. Maar dat gaat hij nooit doen. Het is wel een leuke foto, maar dat wil hij echt niet. Goed zo. Wat is dit spelletje eigenlijk? Moet je proberen hierin te schieten. Waar in te schieten? Hier zit een gleuf en daar zit ook een gleuf. Kijk, ik moet proberen zo. Kijk, daar zit hij erin. Dan moet je hem ook weer uithalen. Maar weet je gewoon meteen hoe het werkt, hè? Ga schieten. Hij sloeg me mee in, terwijl jij eventjes de dingframe ging pakken. Dit ziet er altijd zo raar uit van de buitenkant. Zitten ze zo een beetje rond te kijken. Van binnen is het waarschijnlijk super vet, maar aan de buitenkant zit het zo suf altijd zo'n VR. Is het eng? Nee, ik trek er niet, man. Nee, jij vindt daar niks, hè? Word je weer misselijk? Ja, ik word gewoon meteen misselijk. Dat was vorige keer ook. Ja, papa, ja, ik heb het een keer eerder gedaan in een gamehal en daar was echt een super zieke achtbaan gewoon. En ik kwam er misselijk uit en ik had gewoon 3 uur last van. En nu voel ik het weer een beetje, dus ik denk ik ga eruit. Ja.
Kijk, nou komen we ergens wat hij wel leuk vindt. Ja, kun je bouwen. Kun je het moois maken, Jimmy. Oké, dit is nieuw. Dit valt echt heel erg in de smaak. Het doet gewoon echt na één hap meteen zo. Is het lekker, Charlie? Zie je dat? Het valt niet echt zo goed. Het is goed. Zou je er dan zo ook erg aan toe zijn? Ja, dat dacht ik net ook. Die jongen al een week honger, hé. Waar is het? Hier. Ik vind het daar op zak blijven. Het is zo fijn als die mond open gaat, want dat was bij Jimmy duurde daar heel lang, hè, voordat hij werd. Ja, dat klopt. Oh, echt goed van jou, Charlie. Hallo. Ja, nou heeft hij het ontdekt hoor. Gelukkig is er toch nog iets wat hij wel heel erg leuk vindt. Wow, wat is dat nou? Even wachten, hè. Ga er maar bij staan en dan leg maar uit. Dat hij met zijn voet moet drukken en dan gaat hij rijden. We hebben toch nog iets gevonden wat hij leuk vindt. Je hebt hier allemaal hele leuke springkussens en dus dat is toch nog iets voor hem. Hè? Stieren, 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 stieren. Dat gaat best hard. Hij gaat best hard van start, man. Goed sturen, Jimmy. Sturen die kant op. Kijkt hij zo vet stoer uit zijn ogen. Wow. Nog een keer. Oeh, Jimmy, een dinoscoop. Dat is wel leuk bedacht. Dinoscoop. Oh ja, wat is daar dan? Wat zeg je? Nee, hier is niet de winkel. De winkel is daar. Kom, gaan we kijken. Kijk, allemaal leuke knuffeltjes. Die is wel heel schattig, hè? Mama, ga je die piepen? Wil je die piepen? Oeh. Kies je dan toch een van de engst uitziende? Oké, okay. Nou toch stoer. Ja. Dat is dat je dan toch de link niet kan leggen met dat die andere, als wij zeggen dat dat poppen zijn, dat hij dat dan toch eng vindt. Maar dit vindt hij dan wel weer leuk. Dit is klein. Ja, maar ja, ja, dat zal het misschien wel zijn, ja. Oh, wel echt cool, man. Ja, hè? Was echt leuk. Het was ook echt zo super leuk dat als je bijvoorbeeld de kindjes hebt die echt al die dinosaurusnamen uit hun hoofd helemaal weten. Wat Jimmy natuurlijk nou nog veel te jong voor is. Maar dan was het echt super cool. Want alles stond ook helemaal zo beschreven. En dat je al die verschillende soorten zo mega groot had. Want ik ken echt wel veel kindjes die, als ze dus wat ouder zijn, Jimmy is daar nou dus echt... Ja, hij vindt dinosaurussen leuk. Maar dus eigenlijk alleen knuffels, wat ik al dacht. Maar er zijn echt wel veel kindjes die dan heel die namen ook allemaal weten. Ja, dat klopt, ja. En dat is echt cool. En al die kinderen waren, die hier waren, die zaten ook allemaal... Oh, dit is die en die. En dit is die en die. Maar goed, gelukkig hadden ze dus ook nog zo'n kidszone waarbij hij helemaal in zijn element was. Dus dat scheelt. Nou, we weten dus inmiddels wat jullie al lang weten. Wat de maatregelen gaan inhouden. Wat dus ook betekent... Godzijdank dat de kinderopvang ook blijft. Daar ben ik heel blij mee. Maar... Dat de sportschool dicht gaat. Ik ben net begonnen met die personal training natuurlijk. Wat wel gewoon door kan gaan, want hij kan ook buitensporten. Maar als ik ergens een hekel aan heb, dan is het buitensporten.
Maar ja, ik ga dat gewoon doen natuurlijk. Want ja, als ik nou ga stoppen, dan ben ik weer terug bij af. En ik ben net zo lekker bezig. Dus ik ga buiten sporten. De hele dikke truien, dikke broek. Ik heb het altijd mega koud. En dan ook net nu winter. Maar ja, dat gaan we gewoon doen. Moet goed komen, toch? We moeten nog eventjes de vlog afsluiten. Oh, Harrytje ligt hier. Oh, ik ga niet op jou liggen, Olivie. Zo dan. Maar dan zijn dus ook de kappers dicht. Ja. Dus je had morgen de tondeuse erin. Jij was er toch sowieso al klaar mee? Ja, ik vind het vervelend om ook in mijn haar te doen, man. Ja? En haren wassen en zo, maar je doet het allemaal zo. Ja, ik vind het echt een hoop werk. En het ziet er gewoon niet uit. Dus ik vind het alleen mooi als het kort is. Zo vind ik het al niet meer mooi. Alleen als ik echt net van de kapper kom die week, en daarna vind ik het al te lang. Okay. Dus ja, ik vind het eigenlijk niet echt opschieten. Nee, want het groeit ook heel snel bij ja, jou. Ja, dat is echt niet normaal hoe snel dat gaat, jongen. Dit is gewoon van 6 weken of zo. Ja. Dus ik denk dat ik het morgen wel gewoon afhaal. Maar ik zag laatst een video terug van dat jij dus hè, je oude kapsel gewoon helemaal gemillimeterd. En toen dacht ik, oh nee, ik vind dit eigenlijk veel leuker. Wel? Ja. En nou? Ja, maar dan doe je het voor mij, dus dan moet je zelf weten. Ja, je kunt het eraf en het is binnen no time weer aangegroeid als je dan toch twijfelt natuurlijk. En misschien dat ik gewoon weer even een weekje moet wennen en dat ik dan ook denk van ja, prima. Maar ik zag die video terug en toen dacht ik, oh, ik vind dit leuker. Ja? Ja. Nou, ik ken wel iemand misschien die nog knipt, maar die niet echt een kapper is, maar wel kapper is geweest. Misschien dat die het kan doen. Maar als jij zelf graag gemillimeterd wil, dan moet je dat gewoon doen. Ja, dat weet ik niet. Daar moet ik even goed op nadenken. Oké. Okay. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken voor vandaag. Ik vond de Dino World of Dino's super vet. Alleen dus Jimmy, het is wel spannend. Dus hou er rekening. Ja, nou is het voorlopig toch dicht waarschijnlijk allemaal. Maar mocht je er ooit naartoe gaan. Spannend voor een 2-jarige. Met heel veel donker en enge geluiden. Maar het kids zone gedeelte vond hij wel super leuk. En als jouw kind niet echt bang is aangelegd, dan moet je er zeker naartoe als je van dino's houdt. Bedankt. Ja, dat was wel leuk, hè? Ja. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen.